Vijf ondernemerslessen in twintig minuten. Dat is het format van dit programma. Met uh, in deze aflevering Erik Jan Ginja, directeur van Poussillon Hotels. Uh, Poussillon Hotels Nederland of van allemaal? Uh, van allemaal. En die zit alleen maar in Nederland. Oh, kijk eens. Dus aan. Ja, dat is hij. Hoeveel ja, staan er? Uh, we hebben er acht. En, en hoe word je directeur van Poussillon Hotels? Uh, uh, beetje geluk, hard werken en uh, vooral heel veel plezier in, uh, in je werk hebben denk ik. En, en wat, wat maakt het plezier? Uh, dat ik de hele dag van voor en met mensen mag werken. Dat is het, hè? de mensen denken een beetje rode draad ook in de lessen die jij hebt meegenomen. Uh, ja. we, we hebben er vijf, ja, dus maar... we, gaan, we gaan meteen beginnen. Um, uh, en, en ik heb het maar een soort centrale naam gegeven. De eerste les is: hospitality begint bij recruitment. Daar maak je het verschil. De kop is: wat kunnen we leren van de hospitality-branche? Want ik, mijn idee is dat we daar heel veel van kunnen leren. Ja. Dat dus gaan we de komende 20 minuten uh, zien. Het begint bij recruitment, daar maak je het verschil. Leg uit. Ja, voor mij is het van belang hè, als je. Uh als wij een receptionist zoeken... dan geloof ik best wel dat ik zo'n check-in kan leren. Kan iedereen kan ik een checklist leren afwerken. Dat is niet ja. zo spectaculair. Ja. Het gaat erom dat die dame of heer... Uh, gevoel heeft voor, voor, voor de mens die binnenkomt... het fijn vindt om direct ook contact te maken... Uh, rechtop staat, uh, uh, lacht. Ja. Uh, en dat zijn dingen die kan ik je niet aanleren. Ik kan je niet aanleren nee, je dat je... Ik kan je niet aanleren dat je dit niet de hele dag zo moet doen... maar dat je ook zo je werk kunt doen. Ja. Ik kan niet aanleren dat je je werk leuk vindt en met een glimlach doet... ook al vind je het misschien op dat moment even niet leuk. Oh. Dat moet in je zitten. En als dat in je zit, uh, dan weten we dat eigenlijk na vijf minuten in dat gesprek. Uh, en dan kun je het best ook even hebben over... Kun je over, dat heb niet je leren, de... nee? nee? Nee, geloof dat niks van. Nee, nee. Oh. Nee, ja, ik niks ja, Ik heb wel eens gezegd, 95% van de gastvrijheid dat heb je bij je geboorte gekregen. En ik wil best die 5% wil ik, wil ik je cadeau geven. Ja. Uh, dat we daar iets aan kunnen doen... Um, uh, maar je kan het merken in de sollicitatiegesprekken. Als je zelf in een gesprek zit en er zit een heel bang vogeltje tegenover je, die fluistert, dan wordt het niks. Dan kan, kan hij of zij nog zo de juiste antwoorden geven. Uh, dan wordt het niks. Als iemand de hele tijd uh, zo'n beetje tegenover, dan wordt het ook niks. Ik heb eigenlijk maar één keer een uitzondering gehad. Er staan me toe een leuke, vind ik in ieder geval leuk aan de kant. Ik was een, een, uh, een, een, een sollicitant van een hoofdtechnische dienstfunctie. Ja. En uh, ik voerde dat gesprek samen met een collega van mij. En daar kwam een, een boom van een kerel kwam binnen. Een uh, sjaal om, een zwarte jas. En die ging zitten. En die ging echt letterlijk ging die zo onderuit geleund tegenover me zitten. En ik vroeg netjes: wat wil je drinken? En hij uh, koffie. We, nou, dus ik keek mijn collega aan en uh, die zag al aan me. Dus, ik, ben, ik ben uitgecheckt. Ja. Dus wij lopen nog naar dat koffiezetapparaat. Uh. En ik zeg, nou ja, weet je, we, we moeten hem even twee vragen stellen, maar daarna ga ik weg hoor. Ik ja. verzin wel een vergadering waar ik toe moet. is dus ja. helemaal niks. En wij, 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 wij geven een koffie en die man komt iets los, hij gaat zitten en zijn sjaal gaat af. En, uh, nou, ik op de ene of manier trotseerde hij me omdat hij me toch aankeek. en maakte contact met me. Ja. Hij was oprecht. Misschien is dat ook wel wat je echt kunt, kunt halen ja. uit zo'n gesprek. En um, na een kwartier of zo zeg ik tegen hem... Ik zeg, leg me nou eens uit. Hoe kan het nou dat je binnenkwam en daar zat als een zak hooi... en nu gewoon, uh, uh, gewoon echt een leuke vent bent... waarvan ik denk, ja die kan ik hier ook door dit pand heen laten lopen. Yeah. Hoezo? Weet je wel hoe koud het buiten is? Ik ben op de scooter. Nou, ik heb onder de tafel gelegen van het lachen. Uh, dat is nu vijf jaar geleden. En hij was, het werkt... gewoon kou, ja, was gewoon stijf van de kou. Ja, hij was gewoon stijf van de kou en hij werkt nog steeds bij ons. Uh, 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 en... Um, uh, de grap is, die, dat soort oprechtheid uh. heb je wel nodig als je de hele dag met mensen werkt. Ja. Als je met mensen... Collega's, ik bedoel, mijn, uh, de, de collega-directieleden zie ik meer en intensiever dan ik mijn vrouw zie. Mm -hmm. uh, en ik heb de hele dag gast om me heen. Dus ja. ik moet het wel leuk vinden. Ja, je moet het oprecht leuk vinden. Uh, oprecht leuk ja. vinden om de hele dag uh, met mensen mee te En dat hoeft dus niet altijd binnen de, de kaders te passen. Als je, nee. maar, als je maar kleur hebt of zo. Ja, als, en echt bent. Ja. Oprecht bent. Ja, 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 ja. En, en nogmaals, dat check-in of... Weet je, zelfs, ik kan je zelfs leren hoe je een ei moet bakken als je dat niet zou kunnen. Ja. Daar komen we wel een eind mee weg. Ja. Maar dat, dat, dat oprecht leuk kan ik je niet leren. Nee, dat, dat moet in je zitten. Dat dat je dat, in je. En dat vind ik dus ook echt. Ik vind dat ook echt een recruitmentprobleem. Als ik ergens binnenkom en ik zie iemand gewoon ijskoud alleen maar achter die computer zitten. Dan denk ik, ja, daar heeft iemand niet zitten opletten. En dan, dan een, en dan ook een minuut lang er nog mee doorgaan. Ja. Terwijl ik bij de ja. balie kom. Ja, is, ja, maar, en dan het ergste wat je nog ja. kan zeggen. Kom zo bij ja, u. Nou, ja, maar dan. Dat kan bij niet gebeuren. Dan had? heb ik gegeten en gedronken. Nou, ja. en het, ergste, het gebeurt vast wel een keer. Ja. Maar. En, en, en dat is eigenlijk zie ik wel een brushje naar les 2. Ja? Ik vind dus dat je, als het in je bedrijf geëmbed is, ja. um, dat je van hoog tot laag, van, van dik tot dun, van links tot rechts, moet het je opvallen als dat niet gebeurt in je bedrijf. Ja. Als ik binnenkom in uh, een van mijn vestigingen en uh, de voordeur is uh, niet uh, schoongemaakt die ochtend, dan is het eerste wat ik doe, is naar de receptie lopen en zeggen: De voordeur moet nog even daar worden. Zou je dat even willen doen, alsjeblieft? Als ik op het toilet kom in een van onze hotels... en daar ligt nog rommel, dan zal ik dat melden. Als een receptionist, als ik in, in een van onze businesspoints zit te werken... en ik hoor de telefoon overgaan en er wordt op, opgenomen met... met in plaats van... dan zal ik dat melden. It, it is, it, it, we, we mogen niet verslappen als je dat wil overbrengen. Een staat er inmiddels, want dat is dan wat je zegt. Hospitaliteit doe je elk moment van de dag, week, maand, jaar. Verslappen betekent ingrijpen. Ja. Um, is het dan nog wel klassiek dat uh, hoog grijpt in richting laag, zeg maar? Maar ben jij altijd degene uh, vanuit directie en management die ingrijpt? Of gebeurt het door de hele hut heen dat men, dat men ingrijpt bij elkaar? Kijk, in de ideale wereld wil je dat het door de hele hut heen uh, gebeurt. Ja. En uh, de grap is, linkje naar les 1... Uh, als je uh, echte hospitality-gekken aangenomen hebt... Ja. dan gebeurt het door die hele laag heen. Ja. Want dat is leuk. Ja. Uh, uiteraard hebben we ook nog steeds uh, een, een vaste schare van medewerkers... die er al een tijdje werken... Uh, en die nog wat hierarchisch zijn ingesteld. Want hospitality is van origine een heel erg hiërarchisch ingerichte ja. uh, branche. Ja. Uh, maar de hospitality al en nu is, van links naar rechts, van dik tot dun, spreken elkaar aan. En het, dat, dat moet ook. Het moet ook zo zijn dat een afwasser die een uh, zaal aan het schoonmaken is, tegen de TDA zegt: Hé, hey, het gordijn daar is stuk, wil je die even maken? Dat, zo, dat hoort ook, want je kan niet. Um, uh, ik geloof er niet in dat je maar uh, 95% van de dag gastvrij kan zijn. Weet je wat ik nooit zo begrijp, Jan? Is dat. Uh, ik vind dit het mooiste wat er is. Uh, dat heeft te maken met dat je in mijn ogen. dat je uh, andere mensen heel gelukkig maakt ook. Ja. Uh, en uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat niet hebt. Dat is mijn ja. beroepsdeformatie misschien. Ook als, ja. als, als, als ik ze in de eventbranche. Natuurlijk ook, ze heeft ook met hostel te maken. Ja, en met een zaal uh, uh, goed behandelen. Uh, maar het. Is er zit dat in genoeg genen? Zijn, zijn er genoeg mensen te krijgen die dit hebben? Ja, ik, ik vind het elke keer verbazingwekkend dat, nou, dat het zo vaak fout gaat. Wat de spanning hier is, is uh, uh, dat uh, ik wel merkbaar vind dat de generatie die er nu aankomt. Ja? en nou klink ik heel oud, ja, ja, dat ja, ben nee. ik eigenlijk nog helemaal nee. niet. Uh, maar de generatie die er nu aankomt, die vindt toch hun zijn of haar telefoon uh, uh, belangrijker uh, uh, dan wat anders. En uh, ik zou bijna zeggen: dat moet je eruit slaan. Dat kan niet. En dat mag ook gelukkig niet. Uh, maar um, het is wel zo. Uh, dat je daar, ook daar moet je als bedrijf dus opnieuw je weg in ziet te vinden. Dus ik heb het eerste tijdje gewoon verboden. Hè? Iemand die met zijn telefoon aan het handelsen was... die in die achterzak zat. Ja. Nou, die, hop, uh, waarschuwing. En, uh, nou, dat, ja. dat, dat kan niet. Dat, nee. dat hoort niet meer bij deze tijd. Nee. Maar ga dan die telefoon gebruiken als een, een asset in je gastvrij gedrag. Ja. Dus nou krijgen medewerkers op hun telefoon... Uh, ja. kunnen hun rooster daar zien en ja. kunnen wijzigen. Dus nou, nou ga ik hem maar gebruiken als iets nuttigs. Ja, of informatie ja, waar de klant uh, om vraagt. Ja, zo, exact. Hè? Ja. Dat, 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 dat kan je aan nu mee gaan doen. Um, maar uh, om, dus het, um, het is een schaars goed, mensen die gastvrij echt leuk vinden. Ja. Um, het wordt natuurlijk ook wel steeds uh, eenzamer, hè, de wereld, met, met naar je telefoon kijken en eigenlijk met jezelf bezig zijn. Ja. Uh, en dat maakt, uh, maakt het nog belangrijker dat je daar iedere dag heel scherp op let. Van hé, hey, waarom sta je naar je, ja. naar je scherm te kijken? Ja, ja, ja. Waarom ben jij... Het is ook tegenwoordig heel ongebruikelijk... Als wij als collega's aan het praten zijn en dan komt daar iemand aangelopen, dan is de gast daar echt belangrijker dan ons gesprek Afbeid. over jouw weekend. Ja. Uh, terwijl uh, tegenwoordig het toch beste is dat het gesprek over het weekend ook uh, heel belangrijk is. Nou, en, dat, en daar moet je iedere dag scherp op zijn. En hoe grijp je in als de directie van postelion? Je zegt hè, als het verslapt betekent het ingrijpen. Nou, ik kan me voorstellen dat is door de wandelgangen lopen en alles zien en ingrijpen. Maar als het dan op een gegeven moment, hoe ga jij qua personeelsbeleid daarmee. Nou ja, ik, ik geloof heilig in het feit dat uh, als ik zeg dat moet, dan, dan is er geen intrinsieke motivatie. Uh, dus ik heb uh, korte termijn ingrijp, zo'n prullenbak die op de parkeerplaats vol zit. Ja, die, moet je die moet leeg, dat kan niet anders. Uh, maar als ik naar nou een bevestiging kom en ik kom daar vier keer achter elkaar... en vier keer is de parkeerplaats een rommel... dan gaat er dus iets in het proces verkeerd. Dan ja. zitten dus de verkeerde mensen op algemene dienst. Dan worden ja. uh, de verkeerde mensen op besluitronde. Dan wordt er s'avonds snel ge gesloten en denken die parkeerplaats... nou laat maar, want ik ja. wil ook lekker snel naar huis. Ja. Uh, en dan ga ik met die manager van dat hotel in gesprek en zeg ik... Wat, gaat er, wat zit er in dit, dit bedrijfsprocesje? Wat hebben we nou niet goed ingericht? En, waarom, en veel belangrijker, waarom heb jij het niet gezien? Ja. Want dat is eigenlijk het alle, weet je, dat, ik, dat, dat, dat het niet gebeurt is, is vervelend. Maar het is veel erger dat al die schakels die daaromheen zitten het niet gezien hebben of niet of de, ingrijpen. Precies, Ja. Precies. Ja, ja, ja. ja. ja, dus de cultuur van ingrijpen zit er heel erg ja. in. Ja. Ja. En als het dan uiteindelijk... En ingrijpen, ingrijpen klinkt dan zwaarder dan het ja, ja. is. Het ingrijpen kan ook maar een grapje zijn. Hè? Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je er een... Um... Ja, dat, dan kom ik er terug, dat vind ik wel een goede aanspraak van je. Dat verbaast me inderdaad, ik snap het wel een beetje. Dus dat je niet kan leren. Ik kan me voorstellen, als je mensen motiveert... door ze steeds duidelijker te maken hoe tof het is om dit te doen... lees blije klanten ja. en, en hoge ratings. En, ja. en gasten die jou een held vinden en, uh, en die ja. zeggen... hé, hey, pik, heb jij ja. gewoon tof... Ja. ja, ik vind niks toffer dan dat. Nee, maar, maar dat is maar, omdat het in je zit. Ja. Weet je waar je het goed aan kan zien? Nou? Als je, uh, ik doe het vaak met een sollicitant... voor een, uh, als directiefunctie van een van de hotels... Uh, dan ga ik even expres verplaatsen van plek A naar plek B. En dan loop ik onderweg langs twee of drie propjes op de grond. Ja. Raapt hij ze op? Raapt hij ze op of niet? En raapt hij ze op, dan weten we bijna zeker dat het uit het goede hout is. En dat is stom, hè? Of hij is heel slim en hij snapt die eigen ja, propjes proppjes neergelegd. Dat kan, een. dat kan ook. Maar, ja, maar dan is hij ook geschikt. Dan is hij ook geschikt. Dan is hij ook geschikt. Ja. Maar het is, het is iets heel stoms. Ja, het is zo, wat, ja. wat zegt zo'n propje nou eigenlijk? Ja, ja. Maar het oprapen van het propje betekent dus dat als jij door je eigen zaak loopt, ja. je denkt, hé, hey, maar dat ziet zo. Het is vergelijkbaar met als jij thuis mensen op bezoek krijgt. Ja. Als je mensen op zoek krijgt, dan doe je toch ook even de tafel met, met linnen en ja. mooi gepoleerd zilver op tafel. Want ja. Dat vind je toch leuk? Dan ja. pak je het toch ook aan. Dat is precies hetzelfde. Ja. Ja. Uh, les drie. Ben je bewust van de invloed van de factor mens? Nou ja, dat is eigenlijk ja. de kern denk ik, van ja. alle vijfde de lessen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe leer je dat? Ja, dat is voor mij echt in alle bedrijfsprocessen die je doet, uh, uh, moet de vraag centraal staan. Wat voegt de mens hier in dit proces toe? Hmm. Um, dus je kan alles standaardiseren in Standard Operating Procedures en al die andere onzin. Maar je moet je constant bewust zijn: is wat hier staat, uh, of wat, wat, wat collega X of Y moet doen, ja. um, uh, is dat door een mens, voegt dat dan waarde toe? Of ja. is het alleen maar een procedure voor de procedure? Ja. Want als je natuurlijk heel eerlijk bent, uh, ook wij nog hoor. Uh, ik ben er zeker van dat als ik nu uh, een willekeurig proces uit ons bedrijf zou halen... en met die bril ernaar ga kijken, dat kan ik dan ook nog twee stappen... Want ze staan nou, allemaal beschreven? Tuurlijk staan ze allemaal beschreven. Ja, ja. Want je wil natuurlijk, ja, natuurlijk dummy-proof zijn. Want hoeveel dan? mensen heb je uiteindelijk? We eigenlijk? hebben toch uh, bijna 400 mensen. In 400 die mensen, verdeeld nou, de over stappen, zes hotels. Uh, acht. acht. Ja. Maar je wilt natuurlijk toch je wilt een beetje dummy-proof. Je wilt dat als uh, Piet net uh, bij de receptie komt staan... dat hij ook weet hoe hij moet inchecken. Ja. Dus je hebt ja. al die stappen uitgeschreven. Het uh, belangrijkste is dat je telkens realiseert wat doet de mens... en hoe kunnen we de mens... Uh, ...meer toegevoegde waarde laten geven. Dat is echt... En, dat is, uh, dat Hoe zie je dat in de tijd van... ...ik wil er met recruitment ja. al even over beginnen... ...technologie. Je ziet ja. nu de video's langzaam aan populair worden... Ja. ...van de eerste hotels ja. ter wereld... Hè, ...die dan met... De, de, ...je komt binnen en er staat een of andere rare robot... Ja. ...die staat bij de ingang... ...en die brengt je koffer naar de kamer... ...en die is 24 uur per dag beschikbaar... Ja. ...is altijd vriendelijk... ...is ja. nooit moe... ...kost ook niet zoveel geld... ...is ja. heel slim... Nooit ...ziet ziek. alles... ...nooit ziek... Ja. Ja. Uh, ...ik hoor heel veel voordelen. Uh, ja... Uh, uh, maar alleen het... voldoet hij niet in deze. Uh, uh, nou, dat weet ik niet. Mm. De grap is dat als je de uh, robotisering gaat gebruiken als een kans, dan zou je alles wat je, alle bedrijfsprocessen die we maar even corvée noemen, ja. uh, het, het brengen van de koffer naar de kamer is corvée, hè? dat ja. doet niks af, dan heb ik geen interactie met jou. Nee. Uh, het inboeken van een kamer is corvée. Uh, zo kan ik 100 cvé-klussen bedenken. Als ik dat nou zou kunnen uitbesteden aan een computer. Maar dan heb ik opeens tijd voor een echt gesprek met jou. Ja, ja dat is leuk. Ja. Dus dan ga ik opeens de mens weer gebruiken waarvoor die is. De mens ja. is eigenlijk. En ja, natuurlijk is hij er ook. Wij kunnen, we kunnen slepen, we kunnen nee. die kofferbest wegbrengen. Daar gaat het niet om. Nee. Maar eigenlijk is dat niet waarom ik. Ik ben niet de gastvrijheid ingegaan. Uh, om op vrijdagavond 40 koffers naar de kamer te brengen. <laughs> nee. Nee, maar, dat, maar zijn jullie daarmee bezig? Ja, ja we, zijn, we hebben uh, een uh, artificial intelligence computer ontwikkeld. Het diepste geheim de laatste maanden. Uh, zijn er nou een paar uh, sinds 8 oktober live mee die ons volledige reserveringsproces geautomatiseerd uh, doet. Ah, mooi. So we zijn de eerste ter wereld die reserveringen niet meer door de mens laten doen, maar 100% door de computer. En ah, die heeft een naam. Uh, Michiel. Ah. Lekker Hollands. Ja. Lekker gaan. Uh, ja. Dicht bij de mens. En de grap is dat de mensen die nu bij ons op afdeling reserveringen werken, um, daarvoor wordt natuurlijk wel eens gevraagd, maar hoe vinden die mensen dan nou dat ja, ze werken aan iets dat, uh, dat hun baan gaat kosten? Nou, ja. Dat is helemaal niet waar. Nee. Het gaat hun, hun baan niet kosten. Ze gaan alleen dadelijk wel andere dingen doen. Ja. En mensen die bij ons werken vinden, dus aan de ene kant super vet dat ze werken voor een innovatief bedrijf. Maar anderzijds vinden ze het ook ontzettend fijn dat ze dadelijk weer kunnen genoemen waarom ze ooit te gastvrijden zijn gaan. En dat is dus niet namenlijstjes zitten invoeren nee, nee, achter de computer. Nee, nee, Of zien dat iemand al zes keer is geweest. Maar dat zegt Michiel straks ook. Ja, nee, zegt het deze gast komt hier voor de ja, zesde keer. En dan kan je, dan kan je met een bos bloemen bij de ja, voordeur staan. Ja. Wat leuk dat jij voor de zesde keer ja. bent. Daar heb je dan opeens tijd voor. Ja, 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 ja geweldig. Ja, ja. leuk. Uh, de vierde. Een mooi broodje, prachtige zaal, fijne verzekering. Daar kan iedereen aankomen. Het verschil wordt gemaakt door degene die het mij uh, verkoopt. Ja, het, het lijkt een open deur, maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Um, uh, uh, een van mijn stellingen is dat. Uh, we hebben uh, van de Valk, Mercure, een paar. Uh, noem, noem maar een paar concurrenten van ons. Die hebben ook prachtige zalen. Die hebben ook uh, ja. supersonische uh, audiovisuele ondersteuning. Um, het zit hem niet in, in, in het product dat mensen bij mij komen kopen. Het gaat erom: hebben ze vertrouwen in de mens die, uh, die zorgt de voor de uh, randvoorwaarden? En dat kan je natuurlijk veel verder trekken. Als ik uh, um, uh, een verzekering afsluit, ik ben heel gevoelig voor hoe de telefoon wordt opgenomen. Hm. Uh, want kijk, er zijn vijf verzekeraars die een autoverzekering, misschien wel meer... maar vijf die ik nu zo even zou kunnen bedenken. Het gaat er toch om, wordt er vriendelijk opgenomen? Ja. Uh, hoor je dat iemand oprecht geïnteresseerd is in mijn verhaal? Ja, en dat zijn de dingen um, die laten zich niet vangen in een mooie website... in een prachtige zaal, in, 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 in supersonisch eten... Het gaat erom, begrijpen we wat jij komt Als jij bij mij dagvoorzitter bent en jij komt binnen, s ochtends vroeg, dan heb jij maar één ding in je hoofd. Hmm. En dat is: ik wil weten welke zaal ik heb. Hmm. Of het geluid het doet. Hmm. Uh, waar ik moet lopen, hoe ik van en af het podium moet komen. En als je nog een presentatie bij je hebt, wil je ook nog even kijken of je op het scherm kan. Dat zijn jou, jouw prioriteiten. Is niet hoe kom ik bij de zaal? Mag ik de zaal al open doen? Waar kan ik koffie? Dat zijn allemaal jouw prioriteiten niet. Nee. Nou, is dus de truc: dat, maakt, dat is wat ik hier probeer te zeggen. Uh, en dat kan je op elke bedrijfstak uh, toepassen. Dan is het dus de truc dat ik dat herken en dat ik dus eerst met jou eens even die zaal. En ik kan prima terwijl we naar die zaal lopen zeggen: Nou, we hebben een Apple-verbindingstukje voor je. Want je had al de vorige keer een mm -hmm. Apple bij. Bij de W. je er een cappuccino. Hè? Mm -hmm. Nou, dan zorg ik even dat terwijl we door de zaal lopen de cappuccino aankomt. Ja, ik mag een compliment, compliment geven. Ik had vorige week een congres bij jullie in het op de uh, vlissingen en dat uh, was een heel groot gala. 400 man, awarduitreiking. Dus ja. er waren, weet ik veel, 300 man met allemaal tafels. De hele zaal vol. Ja. Er was eten en tussendoor awardsuitreiking. Ja. Ik was de host. Dus ik zei: Joh, ik, eet niet, ik kan ik van tevoren iets eten. Ja, 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 er was boven was een zaaltje. Een kleine kamer waar de crew, uh, ook technische Zelfs, mensen ja. en zo. En waar ook ik dan een hapje kon eten. Uh, alleen mijn timing was zodanig. Ik, moest, ik wilde weer op tijd in die zaal zijn. Dat maakt mag niet uit om wat voor reden. Dus we gingen de gang op. Medewerker één die zei: Ja, over 10 minuten wordt het eten in die zaal gebracht. En. Die ander die zag mijn reactie, paste niet in mijn planning. Want ik wilde nu, ja, want ja, ik wilde daarna. Ja, ja, ja. Die zei, hey, eten komt nu aan. Ja. Ook niet uitleggen verder. En die pakte zijn oortje en ik liep naar de zaal toe. En ik heb, nou, laat ik twee minuten gewacht ja. hebben. Maar toen kwamen er drie razende harries binnen met een karretje... Ja, die ja. een belletje hadden gehad, nu eten. Dus dat probleem werd gewoon opgelost. Dat ja. vond ik wel een... Daar gaat het om. Ja, en, 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 niks processen van jullie, nee, van nee, nee, het nee, komt over tien minuten. Nee, maar en, en volgens mij is dat, uh, wanneer het schil maakt... want dan heb ik namelijk begrepen wat de behoefte van een dagvoorzitter is. Ja. Uh, en uh, en daar, je daarin verdiepen, ja, dat is onwijs belangrijk. Ja, ja, maar ook, ja, nogmaals, ik blijf bij, ook het gaafste wat er is. Ja, ja oh? dat vind ik ook. Ja, ja. ja, ja, ja. Nou, weet ja. je, uh, als ik dat toch een dag gedaan heb, ja, dan, dan zit ik fluitend in mijn auto. Ja, ja. Uh, ook ik, als ik een hele dag lekker bij ons ergens voor de schermen... in het restaurant van businesspoint heb zitten werken... ik heb al die gasten om me heen en gehad. Wij en wij gasten. Ja, joh, dan rijd ik tot jij op die, Want jullie zijn je op de zakelijke markt... Uh, heb jij een duidelijke doelgroepkeuze die jij maakt? Of heb ze van nee, zakelijke, zakelijk, iedereen is welkom, daar maak je nou, een zo, selectie. Zoze, sowieso is iedereen welkom, maar ja. waar wij uh, uh, echt uh, specifiek sales op doen, dat is toch wel het zakelijke vergaderen en congresseren. Hm. Hè? Uh, 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 zo uh, even in BISPoint werken, dat is, uh, kom binnen, graag. Hm. Maar echt uh, uh, sales en ook vakkennis opdoen. Dus wij laten hm. mensen ook echt trainen. In wat betekent het nou om een trainer te zijn? Wat, ja. wat zoekt een trainer nou? Wat wil een trainer als hij binnenkomt en wat wil een trainer vooral al niet? Uh, ja, daar hebben we dus een paar van die specialismen voor. Ja, ontwikkeld. Ja, okay, de laatste les. Investeren in de mens doe je op de lange termijn. Ja. ja ik, uh, wat grappig is, is mensen denken dat een relatie, dat je die zo hebt opgebouwd. Ja. Uh, uh, nou, ervaring leert dat wij moeten zeven unieke contactmomenten in een jaar hebben... willen wij een relatie hebben opgebouwd. En het unieke uh, uh, contactmoment is niet dat ik jou morgen sms van hé hey, wat was het een leuk interview? En overmorgen zeg hoe is het met je vrouw? En de dag erna vraag hoe is het met je kinderen? En ja. Dat zijn geen unieke contactmoment. Dus als ik met jou een relatie wil opbouwen, wil zorgen dat jij bij jou in je hoofd, Erik-Jan, Posteljon en Congres, connecteert op het moment dat jij een vergadering moet gaan boeken. Ja. Dan moet ik dus echt zeven unieke contactmomenten met jou gehad hebben. Dat betekent dat het iets op de lange termijn is. Want dat, dat ga ik niet van vandaag op morgen redden. Nee, die prop je niet in een week. Hè? Nee, die prop ik niet in een week. En dat betekent dus ook dat als je zegt ik richt mij heel specifiek op de toegevoegde waarde mens, dan moet je dus niet, op de, moet je er niet inzetten om op de korte termijn weer een winst te maken. Dan ga je op de lange termijn rendabeler worden. En dat is heel belangrijk. Want wat je nog wel eens ziet, ik kan er zo drie of vier noemen, die dan zeggen: Nou, wij gaan nu echt op de mensen uh, zetten. Dus dan staan er opeens vijf mensen bij de voordeur. Nee. Ja, dan kan ik jou ook wel vertellen dat over een week, als je de kassa uitdraai maakt en de uren bekijkt, dat je tegen elkaar zegt: Ja, dat was geen winstgevende week. Nee. Dat snap ik. Nee. Maar als je dat echt winstgevend wil laten zijn, dan moet je dus zeggen: Hoe ga ik die zeven contactmensen het jaar verdelen? En welke revenue willen. Uiteindelijk zijn we ook gewoon een commercieel bedrijf. Nee. Dus ik moet het uiteindelijk einde van het jaar ook zeggen: Hebben die wat opgebracht of niet? Um, maar dat betekent het altijd op lange termijn. En dat je er nooit op de korte termijn in mag zitten. Want dat gaat altijd ten koste van de mens. En dus kan de kwaliteit en toegevoegde waarde. Zonde. Cost driven, stop ermee. Kijk naar die mens, zorg dat die mens wat toevoegt. Top verhaal, dankjewel voor je lessen. Dankjewel voor je tijd. En uh, ja, Dank. dankjewel. Oh ja, is hospitality, tuurlijk, ja. handje. Ja. Ja, ja. ja, sorry. En dankjewel voor het kijken. Na vijf prachtige ondernemerslessen wat we kunnen leren van de hospitality-branche. In mijn ogen heel veel. Dankjewel voor het kijken. Hoi.